Wel, dat zeiden we de vorige Ja, maar video het ook, maar. grappige is, kijk, dat zeg je nou wel. En voor ons klopt dat misschien ook wel. Dat zij op een gegeven moment denken van, oké, ja, dit is niet meer de game where I signed up for. Maar voor heel veel mensen, ik denk zeker voor 60, 70%, is dit gewoon, weet je wel, ze zijn hier ingestroomd. Ja. Dus voor hen is dit is World of Warships. Ja. Die kennen helemaal niet de stealth firing Zhaos en de OP Khabarovsk en shit. Dat is Ja, voor hun je hoeft soort niet eens zo heel van. ver terug te gaan. Want überhaupt 2019 was al dichterbij Warships dan dit, zeg Ja, maar. en die horen verhalen over RTS-carriers. En denk ik, hé, wat? Ja. Trouwens, sinds begin dit jaar is Rework langer in de game dan dat RTS in de game was. Nice. Dus ze hebben nu officieel meer tijd gestoken in Rework dan in RTS. Dus, nice. And I'm sitting here playing a super carrier. Like. Flammo nou weer voor cursed video aan het kijken. Holy shit. Wat is dit? Wat is dit? Oké, ik zal ook even op het tweede schermpje openzetten hoor. Ik kan het toch niet laten. Weet je wat ik trouwens moet doen? Die crossmouse. Om Ja? die naar Flammo te sturen nu met Tuesday. Weet je wel? Auw! Oh, dat lijkt me lachen. En dan gewoon kaart op. Ik ben echt een 13-jarige jongen wat echt helemaal uit zijn plaat gaat. 15 of hoe oud hij ook wel niet is. Maar, Oh, leuk man. honestly, weet je wel, klinkt misschien gek, maar ik denk wel van, ja, toch wel tof, dat je zo jong bent en, Ja, hij doet er niemand kwaad mee. hij moet het lekker doen, joh. Hij heeft niet te zat aan, zo te zien. Maar dat weet ik niet hoor, ik bedoel, hij streamt even die streams van 40 minuten. Oh, sorry. 6K dus. Hallo! Back to reality. Kan iemand hier mij deathstriken? Alsjeblieft. Laat zien. Wat Misschien moet zit iemand hier mij hier? wel deathstriken. Oh, 20 seconden en dan kan ik de funny button pressen. Ja. De USS Sus is me aan het droppen. Help. 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 Nee, we're good. We're good. Oh, Musashi. Oh, Tier 9 Battleship. Ja. Oh, I'm excited. Let's go. Musashi, komt u Wat? maar. Wordt even geklept across the map. Oeh. Ah. Oeh. Kon er meer aan. Oeh. En weet je, Sander, je moet het gewoon marketen als tactical AR farming. Ah ja. Dan kijkt iedereen weer tegen je op. Van holy shit. Kijk hem dat eens nog eventjes. Oh Die calculated moves maken. Schatterend. Fuck, wat ben je dan? Wat ben je dan een maagd, zeg, als je dat fucking fighter skill neemt op de USS Sus. Fucking hell. Hashtag virgin. Tell me you have autism without saying you have autism. Fucking hell. Nu is mijn plan helemaal in duigen. Ik had die Musashi kunnen toestrijken, maar dat gaat niet meer. Helaas. Helaas. Do I look like a guy with a plan? Helaas met die. Is het niet echt meer de meme dat alle superships binnen 2 minuten dood zijn? Het kan nu iets langer duren, over het algemeen. Oké, Musashi, hè? Let op. Musashi, goede torpedo belt. Niks mis mee. Oké, we gaan het zien. 79k damage, health. En. Ja, nou. Ja, it's pretty good, pretty good. 30k. Godverdomme, ik word helemaal de tyfus ingeschoten. Ja. O jee. Wel Ah. getrade. Pepe Point. Ja, leuk. Dat was leuk. Dat is gewoon leuk. Nou, nu hebben we natuurlijk twee keuzes: Halland of Repo. Dat is natuurlijk eigenlijk maar één keuze. Oeh, toch maar Halland. Uitdraaien, alstublieft. Ach, kom op, man.
Wat spijtig, wat vervelend. Maar ik vind ook competitive World of Warships echt gewoon dead. Ja, whack. Het is er zit echt heel weinig ruk meer in deze game. Sommige momenten zoals dit is wel wel leuk om eventjes terug te komen in de middagje te spelen. Maar ik zie niet in dat ik na vandaag of deze week veel ga spelen nog hiermee. Het is gewoon, ja. Ik heb het wel een beetje gezien. Hallo Republiek, 75k health, oké. Okay. Even kijken hoeveel damage dat gaat doen. Ah, wat? Dat is jammer dat hij niet armde. Rep. Barcelona gaat ook lekker, zeg. Ja, toch wel. Hoe, ik heb het niet meer gevolgd, maar hebben ze... Ze hebben gisteravond van Cadiz verloren. Die staan in de degradatiezone. Cadiz? Daar hebben we nooit van gehoord. Ja, tegen Frankfurt van het weekend. Oef. Dat was niet best. Wat hadden ze? Frankfurt had 10, 15, 18% balbezit of zo? Compleet zoiets inhoud. Misschien. Ja. Ik volg het meestal niet zo heel religieus, maar ik vind het wel leuk om dit soort dingen te bekijken. Manchester United gaat de capaciteit van Old Trafford verhogen naar 88.000 stoeltjes. Oké. Interesting. Ja, want het gaat de laatste jaren zo goed met United. Ja, daar moeten ze toch gebruik van maken. Maar hun fanbase is nog wel enorm, toch? De club heeft naar schatting zo'n 100.000 mensen op de wachtlijst staan voor een seizoenkaart. Wat? Dat is een hoop. Hoe dan? Ze hebben... Ik snap best dat United een groot merk is en zo, maar... Je zou toch zeggen dat het nogal een soort van gelijk loopt met de prestaties in het veld? Ja. Nee, schijnbaar niet. Rood shirt means good club. Ach, Prins Ruprecht. Ach, Prins Ruprecht. Ach. Plop. Dat was 40k. Die vet, jongen. Oh. Je moet zo trouwens even streamen, Bram. Dan kan ik, ik kan nu ook wel met je meekijken, maar... Oh ja, zal ik zo even doen, ja. Het is echt fucking grappig moment tussen. Ik word nu wel een beetje hard gegriefd, maar ja, dat is terecht. Ja, maar je had ook echt al lang in A1 moeten liggen. Natuurlijk. Ja, maar... Moet je Satsuma funny button? Dat is een idee. Voor mij is dit een perma... Ja, perma. Doei. Van 50k naar 0 in 2 strikes. Oké. Okay. Ja, dat is Satsuma salvo. Het desbetreffende Satsuma salvo. Nou, boeie games toch al over. Hoe gaat hij die 60k halen met het salvo? Ik denk het niet. Ik denk wel 40k of zo. Oh, dat viel me tegen. Hallo Holland. Tot ziens, Holland. Holland van 9k. What the fuck? Dit schip is zo fucking busted. Oh mijn god. Dit schip is echt uber retard.
prachtig. Oh, Salem. Salem, 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 Salem. Salem, Salem, Salem. Oh. Oké, okay, Salem, die kijkt alleen maar naar rechts nu. Die denkt, oh, veel schepen en zo. Oh, kut, hoe ga ik dat toch doen? Oh, super CV. Nou, daar let ik niet zo op. Het zijn maar dorpsen. Goeie. Oké, okay. Salem is dood, volgens mij. Heb ik goed gemikt? Nee, niet genoeg lead, niet genoeg lead. Extreem straight liners. Kutzooi. Kutzooi! Kutzooi! Ik dacht dat hij nog zou gaan, gaan dodgen, maar dat deed hij gewoon niet. Gewoon fucking straight line. Had ik echt moeten op moeten letten, fuck! Hij pakt wel een Shimakaze torpje. Is hij alsnog dood, zeker? Ja. 400 HP! The dream! The dream! Hij wordt ook, hij is ook gewoon aan het healen, fuck. Meen je toch niet? Dikke kut Salemlijf. Hij had echt al 400 keer dood te zijn. Oh, ik heb nu trouwens Halsey, dus ik kan nu permanent mijn super squadrons cyclen. Voor de ultra finny. Oh, ik zit al op 200k. Voor de meme's. Ik heb al 200k trouwens. Nauwelijks door. Hallo. Tot ziens. Dag meneer. Ah, oh, Shima Shell. Nou, ik zal het volgende potje weer even normaal spelen. Ja, dat is goed. Ja, dat winnen we denk ik wel, maar... Ja, wat idee. Ja, ik kan echt precies mijn squadron cyclen. Echt, als je conf hebt op dit schip met Halsey, och. Niet te geloven. Niet te geloven. Ik denk 300k is toch goed mogelijk trouwens, hoor. Als ik hard genoeg charge in voren. USS zit hier ergens. Ik ga trouwens niet charge, ik ga hier stoppen. Ah, hij zit daar. Oké. Achter die veel dieper zou zitten. Zo, alle drie. Ja, gaat hij allemaal eten. Autopilot mode disabled. Die damage! What the fuck is die damage, ouwe? Het is zo retarded. Ik kan hem gewoon fucking halveren in één strijk. Het is zo dom. I fucking love it. Maar ik vind het wel fun en engaging eigenlijk. Ja, ik ook. Schitterend. Hopelijk is die Willy Wanker niet gelijk dood. Gaan we dit nog winnen? Ja, we hebben de health. Maar, denk je dat het viable is in clan battles? Ja. Ja, ik denk het wel. Het feit dat je die super squadrons, al zou je geen damage doen, het feit dat je instant spotten kan hebben overal op de map is fucking valuable. Ook al zou je 0 damage doen en je doet best wel fucking veel damage. Dus ja, ik denk want zeker... Want je hebt dan straks in clan battles heb je dus een United States en dan nog een battleship. Of niet? I guess, ja. Yeah. Is toch zonder CV's? Ja, maar nee. Het seizoen daarna bedoelen we. Toch? Ja, nee, dit seizoen is geen CV's inderdaad, maar het seizoen daarna... Geen CV's, maar wel twee battleships. Ja, ja. Nee, één juist toch, omdat battleship limiet van één. Omdat... Ja. Was dat... Oh, battleship limiet van één, maar een supership limiet van twee. Was dat ja, is een Satsuma en een Annapolis ofzo. Ja, of Condé. Denk je niet dat je een Condé of een Annapolis? Welke denken jullie? Ik denk echt Annapolis. Ja? Als er geen CV's zijn, 100% Annapolis. Ik denk dat het Condé ook niet zo heel geweldig is. Ik denk echt, nu je geen CV's hebt, dan is die Annapolis gewoon veel sterker. 270k trouwens. Is de dream still alive? EZ klap. Ja, ik denk dat we de 300 wel kunnen halen hoor, nog steeds. Kan ik meedoen? Nee. Zeker? Nee, absoluut niet. Sorry. Je zou ook ik wil niet meer winreten, verneuken, ja, sorry. Maar je mag alleen meedoen als je ook een supership hebt. Ik wil het zeggen, dat vind ik een goede regel. Ik ben grinden, dus ik denk dat ik het goed doe. Dat is goed, joh. Kan dat eigenlijk? Kan je... Volgens mij wel. Met een tier 9 diven met superships? Het is maar twee tier verschil, want je kan met een tier 8 en met een tier 10. Dus in theorie zou het moeten kunnen, maar ja, je weet nu hoe ze het gecodeerd hebben. Je kan niet diven met een tier 8 en een tier 10, hoor. Niet meer. Niet? Nee. Wat? Kan al best wel even niet meer zelfs. Autopilot mode disabled. 22k met normal strike, by the way.
3, 2, 1, en go, 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 go! Let's go. Nieuwe zes zus, here I come. Nee, die Shima gaan torpen, nee. Je hebt toch veel sneller? Nee. Je kunt ook die Musashi nog even yeeten. Ja, maar dat wil ik daarna pas doen eigenlijk. USS US heeft meer damage. Wanneer dan moeten we bewegen? Dikkere vies aan de haak. We gaan even damage. Kun je eigenlijk met een USS Sus, net als met een FDR, zo'n 360... Nee, dat kan niet. Die Special Squadrons die kun je echt bijna niet bewegen zelfs. Deze kunnen toch een de Mon Super one-shotten? Ja. In feite ja. Wat is het voor... Hoe mis ik die nou? Wat is het voor lage damage? Hoezo lage damage? Dat is gewoon 20k? Dat is cool. Ja, dat was 20k precies. Ik dacht, je one-shot hem wel, maar... Nee, ik verloor één vliegtuigje. Ik verlies vrij snel... Oh, fuck. Verlies vrij snel één vliegtuigje. Wat? Eén hit maar? Wel een fire. Ja, dat dan wel. Met het insta-reactie hebt hij zeker. Dat op death. Plop. Die armor buff is echt... Mwah. Perfect. Precies wat het schip nodig had. Unironically. Het is echt exact wat ik nodig had voor dit soort shenanigans. De armor buff of the United States, of? Ja. Echt een big deal is dat. Nou, dat was mijn kraken geweest! Als die Shima niet bestond. Zo, nou, toch 320k met... Ja, ja. 3,8k base! Kick W! Nou, ik val mijn geld en het bosje weer is weer weg. Oh, what the fuck? Jelly invite. Oh. Ik heb ook 163k alpha gedaan met mijn torps. Fucking hell.